Grote obstakels in de Kerkstraat in Hank leverden de afgelopen week flink wat discussie op sociale media. Voor- en tegenstanders hebben vraagtekens bij het plots verschijnen van de wegversmalling. Raadslid Christian Allerliester uit Hank heeft om opheldering gevraagd bij de gemeente. Juist het feit dat er allerlei kinderen, dieren en wat dan ook achter die grote bakken schuil kunnen gaan, ja, dat leidt tot extra onveilige situaties en die willen we eruit hebben. We snappen de intentie, want de snelheid en de verkeersonveiligheid op dat punt, ja, dat is een belangrijk thema en daar moet ook iets aan gebeuren. Alleen nou net niet deze oplossing. Verantwoordelijk wethouder van Oosten geeft aan dat de communicatie rondom het plaatsen niet de schoonheidsprijs verdient. Dit is goed bedoeld, maar verkeerd gecommuniceerd. Ook anders dan u van ons gewend bent. In het verleden kondigden we het aan, we gaan wat doen. Wij peilden wat er gebeurde en keken, is dit juist de goede maatregel? In het voortraject, zoals ik al eerder heb aangegeven, is dat inderdaad in de communicatie niet goed gegaan. Enige tijd wordt er gekeken naar de verkeerssituatie op de Kerkstraat. En we weten al een hele tijd al van, joh, we moeten daar wat mee. Er is ook naar gekeken van, goh, hoe kunnen we daar de reconstructie van de weg het beste vormgeven? En wanneer is dan een goed moment? Nou, we kwamen er ook achter van, goh, er komt ook een reconstructie van de riolering daar. En als je dan eerst de weg doet en vervolgens een jaar of twee jaar later de weg weer open moet maken, fundering van de weg eruit, een nieuwe riool erin, nou, dan is het ook zonde van het geld. Dus die dingen moet je combineren met elkaar. Wat ziet u zelf het liefst? Ik zie het liefst dat er in ieder geval een debat plaatsvindt, of in ieder geval dat de bevolking geraadpleegd wordt van, joh, hè, dit zijn de smaken die we mogelijk kunnen toepassen om de snelheid uit de Jachtsloot en de Kerkstraat te kunnen verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen. Leg een scala aan mogelijke opties op tafel. Hè. Het is een heel heikel punt binnen Hank. Dus het is, ik denk dat als je vandaag een bijeenkomst belegt voor morgenavond, dat het hele uivernest uitpeilt van mensen die betrokken zijn en heel graag willen meedenken bij mogelijke oplossingen. Dit is wel echt wel met de intentie gedaan om het veiliger te maken op de Kerkstraat in Hank. Dat de snelheid omlaag gaat, dat daarmee ook meer overzicht is, auto's rustiger rijden. Het is inderdaad zo, je hebt de Jumbo, je hebt daar een zebrapad, je hebt wegen van rechts. Het is al voor het oog al visueel druk. En daarmee, als je dan de snelheid laag kan houden, dan heb je in ieder geval meer overzicht. Aan de andere kant wordt het nu als visuele beperking gezien en neergezet. Als dat echt zo is, weet je, dan voeg je nog een obstakel toe. En dan is het de vraag van of dit een goede maatregel is geweest. Maar daar gaan we naar kijken.